We weten allemaal dat de 9 augustus een heel groot evenement is in Suriname. Maar van dit jaar, in het kader, ja, in verband met de COVID, hebben we dan gemeen, ook in samenwerking met een andere organisatie die zich de Five Nation noemt. En ook met medewerking van RO, hebben we gepland om een kleine evenement te organiseren. Evenement in de zin van dat we een gebed gaan houden voor land en volk. Voor iedereen en ook slachtoffer van COVID. Dat nu gaande is, ook met onze inheemse in Brazil en overal in andere landen. Voor de wereld kan je zeggen dus dat wij dit op een heel mooie manier willen doen. Dat het naar buiten gaat en het zal ook een heel groot, echt een evenement zijn, maar met heel weinig mensen, alleen maar de spirituele mensen die wij gevraagd hebben om dat te doen. Niet zomaar, niet een iemand die van de straat is, maar die echt het gevoel heeft van de kinderen van de voorouders die dat hebben gedaan. Want nu hebben we niet een echte PI. Die dat voor een vroeger werden beschermd door een PI, een shaman, die rituelen deed om ons te beschermen tegen allerlei ziekten, tegen allerlei kwaden. Dus dat willen we dan weer terugbrengen middels een heel groot gebed door deze mensen, door ons. En we hebben dat gemeen met de Maya. We zijn ook afstammelingen van de Maya's en dat is dan het... vuur. Door vuur verbrandt alles, het negatieve, en rook brengt alles weg. Dus dat hebben we dan gepland om zondag, 6:00 morgens. We hebben, tegen deze tijd zouden er zijn ook actief zijn, maar van dit jaar kunnen we dat niet doen. We moeten dat respecteren en we nemen dat ook mee. En we vragen onze mensen ook om niet massaal naar Palmertuin te komen. Want we zijn heel erg voorzichtig. We doen dit. Het gaat wel gezien worden op tv of het gaat op YouTube. We gaan het livestreamen. Dus dat iedereen ook thuis het meemaakt. Dat ze ook in gebed gaan. Dat is de bedoeling van voor dit jaar. Misschien is dat ook goed van dat we op zo'n manier een keertje 9 augustus herdenken. Het is geen viering, herdenking van 9 augustus.